Deze twee mini plusjes zijn volkjes die ik heb gemaakt met een peemoer. En dat is een wat oudere lijm waar nog weinig is geteeld op varroa resistentie, maar juist nog heel veel is geteeld op de andere eigenschappen. En dat is eigenlijk materiaal wat ik zoek om onze VSA-lijn sterk en gezond te houden. Je wil niet in het nauwe koker komen. Dit is de B17 SL. Die kunnen we mogelijk als darrenlijn of als teeltlijn gaan gebruiken voor onze varroa-resistentie teelt. Weten we nog niet. Deze heb ik eind vorig jaar gekocht. Ik denk in juli. Dus ik denk dat nu de meeste bijen al wel van deze koningin zullen zijn. Maar ik denk nog niet alle. Maar ga ze in ieder geval bekijken of ze genoeg voer hebben. En deze hebben ook nog een oude voerbak. Nou, maar eerst eens even kijken hoe deze erbij zitten. Ik gebruik even geen rook. Dit is het bovenste kastje. Daar had ik eigenlijk van verwacht dat die leeg zou zijn. Ja. Ja, leeg. En hier zit dan nog wat voer. Met een paar bijtjes. Die zijn dat voer aan het ophalen. Allemaal prima. Ja, nog een mooi voerraam. We hebben in ieder geval nog geen honger. Nou, helemaal goed. Kijk, dit is ook al leeg. Dus deze kan ik in ieder geval wat randjes af gaan nemen. Maar we gaan eerst kijken wat de situatie is. Is de koningin überhaupt aan het leggen? Het is een oude moer. Dus die wil ik ook zeker klein houden. Dat moet geen groot volk meer worden, want dan ben ik bang dat ze dadelijk leeg is. Op is. Want ik wilde toch nog zeker dit jaar van natelen. Ze dus hebben we haar voor niks gekocht. Ik heb twee zussen gekocht van deze lijn. Ze staat ook op de kast. Maar nou, hier krijgen we al iets meer bijen. Te veel naar mijn smaak. Soms komt dat zo uit. Het liefst heb ik altijd drie de winter in voor de mini plussen. Oké, dit raampje hebben ze ook zo goed als leeg. Ja, nou hier zit duidelijk het volk. Mooie bezetting met bijen. Ik zou heel graag even het broed zien om mij gerust te stellen. Ik ben een beetje ongeduldig dan, hè? En daar zien we broed. Gesloten broed. En larfjes. Nog geen eitjes. Wel larfjes. Een moer die op het bevruchtingsstation heeft gestaan. Tenminste haar dochters. En dat is dan een overjarige moer. Ja, dan moet je toch wel denken aan €300, €350 voor zo'n koningin. Dat zijn dan geteste koninginnen. Nou, die dan zo goed zijn dat ze de darrenleverancier mogen worden voor een bevruchtingsstation. Dus dat zijn echt wel de toppers. Prachtig broednest al. En daar loopt ze, de 91 inderdaad. Ik heb genoeg gezien. Heel mooi broednest, maar heel weinig voer, om niet te zeggen niks. Nou, dat is niet waar, bovenin zat wel wat voer. Oh, plakkee, want anders kan ik hem ook niet zo. Moet ik ook niet zo mijn best doen om hem te tillen. Dan kijken we even naar het onderste bakje, die is meestal leeg in het voorjaar. Maar ja, misschien dat ze al naar beneden is gegaan. Nou, deze is dus in ieder geval niet leeg. Maar wel zo goed als leeg. Deze is hartstikke leeg. Hartstikke leeg, ja. Aan het buitenste raampje zat echt nog een klein randje met voer.
Maar het volk gebruikt dit randje niet, dus dit randje ga ik eruit halen. Mooi, dat hoopte ik al. Oké, ik ga een moerrooster halen en ik ga een nieuw voerbakje halen. Oh ja, een plankje om de bodem dicht te doen. Ja, ben zo terug. Nou, daar was ik weer. Dit mini-plusje gaan we dus aanpassen. Die gaan we terugbrengen op 2, misschien 3 randjes. Ga ik even bekijken hoeveel ramen ik eruit kan halen. Die echt goed leeg zijn. Daarna ga ik ze voeren. Ze krijgen een nieuw voerbakje. Ze krijgen een plankje onderin. Dit is een plankje voor een mini-plus bodempje. Dit is dan de vlieggatopening. Die komt dan hier onderin. Dat ze met een mooie dichte bodem werken. Dit bakje is eigenlijk de... Dit was het onderste randje. En zo'n onderste randje in de mini-plus is meestal het lege randje. Ja, deze bijen zijn nu wat geïrriteerd. En ik ben al even bezig, want ik moest materiaal zoeken. Ik had namelijk die plankjes die ik als bodem ga gebruiken, als, om de bodem dicht te maken. Die plankjes die... had ik allemaal mooi in de winter voorbereid, maar dan bleek ik dus dat vlieggatopeningetje niet ingezaagd te hebben. Dus ja, toen moest ik even op zoek naar plankjes die wel al geschikt waren. Zo, dit randje is zo goed als leeg. Deze raampjes zijn allemaal helemaal leeg. Ja. Zo'n bijenvolk migreert van onderen naar boven in de winter. En onder laat ze natuurlijk leeg achter. En als je voer wel beneden doet, dan brengen ze dat ook snel naar boven. Nou, ik heb ze nu terug op 3 randjes. Dan wil ik eigenlijk zeker weten dat mijn koninginnetje beneden zit. Dus dat ga ik nog controleren, want dan krijgen ze een moerrooster. Hier zit het broed. Dus ik heb wel het juiste randje naar beneden gebracht. Ze is geel gemerkt en geel is echt een ideale kleur, die zie je heel goed, die felle gele kleur. Die vind ik eigenlijk veel fijner dan rood, bijvoorbeeld, wat we vorig jaar hadden. Dat is wat we de komende jaren nog gaan zien, want dat zijn alle moeren die dan vorig jaar gemerkt zijn met rood. Maar ja, die zie je eigenlijk veel minder goed. Vrees ik dat mijn koninginnetje... Het... pakte een bij vast. Ja, deze haal ik er dan uit. Daar doe ik dan een mooi vol raam voor terug. Dan weet ik zeker dat ze beneden voldoende voer hebben. Dat geldt voor dit raam ook. Zo. Die haal ik dan hieruit. Deze voelt zwaarder aan. Dus hier kunnen we wel 2 ramen uithalen. Ja. Hier zit mooi wat voer op. Dan hoop ik dat ik ook gelijk mijn koninginnetje heb. Want daar moet ik natuurlijk wel zeker van weten dat ze beneden zit. Nee, helaas nog niet. Dat is gek. Zal ze dan echt in het derde bakje zijn? Dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar ja... Tussen wat je niet kunt voorstellen en wat de praktijk is met bijen. Het is nog... Ja, je loopt zo. Dus kunnen we haar naar beneden verplaatsen. Zo. We kunnen een moerroostertje plaatsen. Daar gebruik ik wel even wat rook voor. Naar beneden jullie. Ze krijgen hoofdpijn. Dat willen we niet.
Zo, die komen hier namelijk bovenop. Het is redelijk vol. Is leeg. Kijken of we nog een vollere hebben. Omdat die eigenlijk al best wel goed wat broed hebben, hou ik ze op drie rand. Kijk, druk hier weer een bijplaats. En die laat natuurlijk eventjes wat van zich horen. Het bovenste bakje is dan leeg. Zo vol mogelijk ramen in. Hier nog een raampje met wat voer. De nieuwe voerbak. Zo. Zet ik deze even aan de kant. Als ik deze afsla, is het natuurlijk altijd een risico dat je dan de koningin in het gras slaat. Dus check, check, dubbel check. Zo. Hier het plankje in. Nou, dan krijgen ze nog een beetje voer van me.